Volgende vondst. In een van de hengsel of zo'n paardrijtuig, maar het is genoeg te vinden hier. Op naar de volgende. En een heel klein knoopje. Nou, dit mooi versierde voorwerp is de volgende. Ja, ik denk een soort haakklip of gespje. Ziet er leuk uit. Volgende scharniertje. Geen idee hoe oud. Eindelijk weer een muntje. Daar. Gaan we hem even uitpakken. Even schoonmaken. Lijkt een duitje. Nou, het is zeker een munt. Koper. Het lijkt nog wel wat op te staan. Maar ik moet hem thuis gaan oppoetsen. Zoals die nu is, kan ik er niks van maken. En de volgende vondst is een kogel. Nou, van de oppervlakte. Mooi Willemscent, redelijk scherp. 18,27. Heel even draaien. Hier de andere kant. Mooie munt, op naar de volgende. Nou, volgens mij kunnen we iets van de bucketlist gaan afstrepen. Zilveren dubbeltje. Persoon die naar rechts kijkt. Dus ik denk dat ik eindelijk mijn eerste Koning Willem dubbeltje te pakken heb. Ik moet hem thuis nog even schoonmaken. En dan zie je hem beter terug. Maar hier zat ik al heel lang op te wachten. Yes! Nou, een volgende platgedrukt vingerhoedje, maar wel met mooie versieringen erop. Geen idee of die van zilver is, dat zou helemaal gaaf zijn. Dit is de mooiste die ik tot nu toe heb gevonden. Jammer dat die plat is. Thuis even schoonmaken en kijken of we hem wat netter kunnen krijgen. Ja, en dan wordt het alleen nog maar leuker met nog een zilveren duppie. Dit keer wil Mina, maar ja, ik heb Willem nu eindelijk te pakken, dus hier zijn we ook gewoon hartstikke blij mee. Daar ben je. Ik kan het jaartal nog niet lezen, thuis even schoonmaken, maar 2 keer zilver vandaag, topdag, yes! Musketkogel. Klinkt goed. En het is een knoop. Geen idee of er nog iets op staat dat we zichtbaar kunnen krijgen. Op naar de volgende. En de volgende is deze mooie gesp. Pinnetje ontbreekt, maar op naar de volgende. Leeuwscent, redelijk scherp, 18,95. Op naar de volgende. En weer een kogel, waarschijnlijk Tweede Wereldoorlog. Theelepeltje. Helaas gebroken bij het terugbuigen, maar nu nog een keer een zilveren vinden. Nou, weer een leeuwenzend. Mes en mes scherp. Gaan we even omdraaien. $18,77. Ziet er nog hartstikke mooi uit. Op naar de volgende. Ah, jongens, het is niet te geloven. Weer een zilveren dubbeltje. Ik heb al een beetje op poetsen, helaas is deze een beetje versleten. Misschien hebben we hem thuis mooier kunnen krijgen. En ik hoop de afbeelding ook, want ik denk dat dit een jonge koningin Wilhelmine met lang haar is. Ja, je ziet al wat beschadigingen. Thuis even oppoetsen, kijken wat er tevoorschijn komt. Maar derde zilveren dupje op dit veld, yes!
Duitje, Zeelandia. Ik denk 1757. Ik moet hem nog even oppoetsen, maar mooie Duits. Nou, we hebben weer een muntje. Daar. Even kijken wat het is. Even oppoetsen, momentje. Nou, ik zie duidelijk een medal staan en iets van. De andere kant is van golden medal. Nou, hij is inderdaad niet van goud, dat kunnen we wel zien. Maar geen idee wat het wel is. Thuis schoonmaken en dan kijken wat het is. Ik ben wel benieuwd.